Ja, oké. Okay. Even over het boek, het woord van de dag, ja. Ik had een onwijs gebroken hart. En voor de mensen die weten hoe dat is, je hebt een gebroken hart en je hebt een gebroken hart, zeg maar. Ik heb het wel eens met iemand erover, trouwens, ook om. Ik moet nu aan denken dat ik gisteren nog zei man, vroeger van, heb jij wel eens een gebroken hart? Ja man, was 2 weken helemaal kapot. Zeg 2 weken, oh ja, ja, dat zal wel zwaar geweest zijn. Nee, dat is geen gebroken hart. Ik ben nog steeds kapot. Ik ben bijna anderhalf jaar geleden. Je houdt het. Een soort heel heavy. Maar er zijn de mensen die het niet hebben meegemaakt, hoop dat je het niet overkomt. Mensen die het wel hebben meegemaakt, hoi. Ik heb relate. Ik schreef in de eerste week, toen het uit was, zat ik alleen maar heel als een rare gast, zat ik klaar met te huilen. En toen schreef ik dit achter de piano. En uiteindelijk was ik hier best wel trots op, dus het is het allemaal wel waard geweest. This rain is not the cleansing kind that drags you down and clouds your mind. Oh, you know it chills me to the bone. Well,